mij is dit eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n periode veldwerk doe. Ik heb best wel een modelleerachtergrond, theoretisch. En ja, nu we hier op het strand staan, heb je echt pas door wat er eigenlijk in je modellen zit. Wij monitoren eigenlijk het nieuwe strand hier, genaamd de Prins Hendrik Zanddijk. Dat is een nieuw soort zandige dijk. Het is een heel mooi alternatief op de toch wat ouderwetsere asfalt- en betondijken. Het ziet natuurlijk een stuk aantrekkelijker uit. Het is een stuk dynamischer. Het heeft een hogere natuurwaarde. Prins Hendrik Zanddijk ligt beschut achter een waddeneiland, waardoor de golven hier wat minder groot zijn dan aan de Noordzeekust. Daarentegen is de getijdenstroming hier wel relatief sterk. En een belangrijke motivatie om onderzoek te doen op de Prins Hendrik Zanddijk is omdat het strand hier bestaat uit een grote verscheidenheid aan kolengroottes. En we zijn eigenlijk heel benieuwd of ook de golven hier aan deze beschutte kust voldoende kracht hebben om het zand het strand op te stuwen. Soms dan zijn we in het veld en dan regent het hartstikke hard of waait het heel erg hard. Dat zijn juist voor ons interessante condities, omdat er dan gewoon veel beweging is in het strand. Dit veldwerk pakken we dus met de TU en met de UU eigenlijk volledig gezamenlijk op. Daardoor hebben we een 2 keer zo groot instrumentenarsenaal en kunnen we vooral ook onze denkkrachten bundelen. Ja, natuurlijk hebben Marlies en ik beide onze eigen onderzoeksfocus. Maar we verzamelen wel gewoon één grote dataset waar we beide gewoon gebruik van maken. De dataset die Jorn en ik hier deze 6 weken vergaren, die gaat gewoon bijdragen aan het grotere begrip van het kustsysteem. Het mooie aan dit werk vind ik de bijdrage die je toch wel levert aan de maatschappij. Ja, alles wat we hier te weten komen is natuurlijk ook gewoon relevant voor andere plekken overal op de wereld die vergelijkbaar zijn. En door hier dagelijks over het strand te lopen en proberen na te denken hoe je nou de verbinding maakt tussen wat je hier ziet en wat dat lijntje op je model, hoe die samenkomen, dat is heel waardevol.